Ja, dames en heren, u zal wel denken, wat doet u nu weer? Ja, het was een geweldige vakantie. Het was heel gezellig met iedereen. Ja, het gekke is, je kent iedereen, maar toch heel oppervlakkig. En na zo'n weekje, dan ben je vrienden voor het leven eigenlijk wel. Dus het was echt heel gezellig. Ook niet te gek lang vliegen. 4,5 uur vinden heel veel mensen heel lang, maar ik ben ook wel Bonaire gewend. Dat is dan bijna 10 uur. Het is een boulevard met allemaal winkeltjes. En dat is echt gewoon heel gezellig. En pubs, en er is heel veel karaoke wat je er kan doen. Vond ik echt leuk om te zien, want dat is voor mij een beetje soundmixen natuurlijk wat ze dan doen. Ja, we zijn met een hele leuke ploeg, tenminste dat vind ik, van mensen met en aanhang op Fuerteventura, een van de eilanden, van de Canarische eilanden, de Canariepietjes zoals ze in Nederland genoemd worden. Fuerteventura heeft een heleboel tegenstellingen. Dus is het, aan de ene kant is het heel mooi, aan de andere kant is het heel ruw. En we zijn nu op een plek. Dat is zeg maar in de jaren 60 een beetje een domein geworden van de hippies. En je ziet ook in al die figuren erachter, dat hebben ze allemaal in dat zand gemaakt. En dan hadden ze hier van die kleden en dan maakten ze een vuurtje. En dan waren ze hier een beetje hars aan het roken en een peace en een powerflower aan het uitoefenen. En dat is er nog steeds, dus het is heel erg leuk om te zien. Alleen de peace en de flower power zijn... toch een beetje verdwenen in 2018. Ja, nou viel niet mee, want ik ben drummer, ik ben wel links, maar deze man is links drumstel. Dus dat de bass drumstel aan de verkeerde kant, de high is aan de andere kant, wat deze arm doet, zo en zo. En dan met die ijzer in mijn arm, het was helemaal niks. Maar drummer verleer je nooit, toch? Nee, maar het moet niet verkeerd omstaan. Het staat verkeerd om. Dus ja, dan val je het lelijk door de mand. Je bent ruim 40 jaar samen getrouwd met Lia. Kon je de bouwen missen zo'n week? Nou, valt moeilijk hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, ik mis haar eigenlijk al de eerste dag. En zij mij ook. Ze vindt het wel erg leuk voor me. Ik ben net met mijn beste vriend Rijn en we hebben verschrikkelijk gelachen en zo. Maar als ik morgen weer terug ga en ik zie haar weer, zijn we toch alweer allebei heel blij. Ja, gelukkig wel. Je hoort wel eens anders. Je hoort wel eens ja, na 3 jaar, de koek was op. Maar dan zeg ik altijd op mijn beurt, dan was het geen koek. Dan was het gewoon, was het alleen misschien de bodem, maar dan zo'n dunne bodem. Want je moet altijd voor, vinden wij, voor je huwelijk vechten. Hè? Van in ups en downs, die hebben we ook gehad. En als je dan bij elkaar blijft en zo lang bij elkaar, ja, dat is toch wel heel leuk. Dat kan ik iedereen aanbevelen.